middels van de nacht gaan de Johnny's op zoek naar een illegaal. U weet wel, een uitgeprocedeerde asielzoeker. Maar hoe ze ook zoeken, hij zit niet verstopt onder een doos op straat. Nee, hij zit gewoon in een voormalig klooster waar vroeger de brave nonnetjes baden. Hier is hij dan, onze kleine illegaal, Adib, 28 jaar, Syriër van Koerdische komaf. Ik was naar gevangenis 2 keer. Hij werkte op de Amerikaanse ambassade, maar weigerde te spioneren voor de Syrische geheime dienst. Dus vluchtte hij uitgerekend naar Nederland. 3 oktober 2009. Toen ben je in Nederland gekomen? Ja. 3 oktober 2009? Ja. Die knuppel van een advocaat vergat Adib's asielprocedure op tijd aan te vragen. Nu is Adib dus illegaal en wordt hij opgevangen door de Stichting Vluchtelingen in de Knel. Wat doe jij eigenlijk de hele dag? De hele dag? Ja, ik probeer meestal ik probeer om te studeren, Nederlands taal. En ook soms lezen, ja, literatuur. Wat lees je nu? De Kraai voor Kader Abdullah. Kader Abdullah, boekenweek schenk. Ja. Ga je ook wel eens de stad in? Niet zo vaak eigenlijk. Maar meestal als ik ga naar de station, ik ga om trein te nemen naar Tilburg, om naar school te gaan. Ben je gelukkig? Als ik gelukkig was, ik zal nu in mijn land zijn en ik zal daar met mijn studie doorgaan en werken en een goede leven hebben. Een gewoon leven hebben. Adib zegt het haast tussen neus en lippen door. Ambitie. Ja. En wat is jouw droom dan? Wat is jouw droom dan? Ja, mijn droom. Ik heb veel dromen, maar eigenlijk... Ik wil professorship in literatuur hebben. Adib als monsieur le professeur de literatuur. Was hij geen Koerdisch vluchteling geweest, had het zomaar gekund. Dit is absurdisme. Absurdisme. Ja, dat eigenlijk, ik had altijd in literatuur gestudeerd dat literature is a mirror of reality. Hè? Ja. En ik voel dat meer als ik bijvoorbeeld in deze situatie te zijn. Hè. Ja, ik heb al over dit gelezen, maar nu ik heb goede ervaring in leven. Hè. Jij dacht dat dit alleen op papier, in boeken? Ja, absurdisme. Waar geloof je nu in? Nu absurdisme. Ja. Ja. Ik wacht op iets dat misschien zal nooit komen. Maar je moet ook altijd optimistisch zijn. Ja. En Thomas Hardy ook zei, curse be the day when I was born. Vervloekt zij de dag dat ik geboren ben. Je hebt het er maar mee te doen, Adib. Sterkte. Adieu. Oké, bedankt. Laat je niet gek krijgen in deze absurdistische wereld.